Hallo en welkom bij Do-It-Yourself Ideeën. Vandaag hebben we een geweldige video voor jullie. En we gaan deze canvas, dit canvas schilderij maken met spray paint, dus met spuitverf. En met roze en met blauwe verf zoals je ziet. En ook zijn er glitters op de canvas geplaatst. Nou, we hebben nodig een canvas schilderij. Die kun je vrijwel overal kopen bij de Action bijvoorbeeld. Ik geloof dat ze 2 euro zijn. Ongeveer 25 centimeter. We hebben hier grote letters. En nou ja, het is wat je zelf nodig hebt. Wat je zelf denkt nodig te hebben qua letters. Maar ik heb dit formaat. En ik heb blauwe verf. Dit is vrijwel dikke verf. Zoals ik al zei, in het begin kan je met spuitverf doen, maar je kan het dus ook met dikke verf doen, zoals acrylverf, deze verf en de roze verf. En ik heb roze en blauwe glitters zoals je ziet. En natuurlijk hebben we 2 kwasten nodig. Nou, laten we beginnen. Ik heb de canvas even op een stuk papier geplaatst, zodat ik niet zo'n bende ervan maak. En ik ga mijn letters erop plaatsen. Nou, zoals je ziet, DIY Cathy Eva. En ik begin met verven. En ik denk wat ik doe is de ene helft blauw, de ene helft roze. En dan een soort van overgang creëer. Dus ik begin met de roze. En wat ik doe, ik verf zeg maar 1 kant op. 1 richting op. En op die manier weet ik zeker dat alles bedekt is. En dan de glitters. Sprinkel een beetje over het geverfde stuk. Het geverfde gedeelte. Even afschudden. De rest van de glitters. En dan gaan we verder met de blauwe verf. En ook daarop de glitters, de roze glitters. Nou, we laten het even drogen totdat het allemaal droog is en dan kunnen we de letters ervan afhalen. Nou, ik denk dat het allemaal droog is, voor een paar uur later. En ik neem voorzichtig de letters ervan af. Ja hoor. Heel gaaf.
Nou, prachtig. Ons glitterschilderij met roze en blauwe kleuren. Ja, ik vind het echt geweldig. Je hoeft natuurlijk niet deze letters te gebruiken. Maar dit is gewoon een idee. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En dat jullie het een leuke video vonden. En er iets aan hebben. Is het bevallen? Schrijf je in bij op ons kanaal. En je zal nieuwe video's ontvangen elke week. Geef ons een duim omhoog. En hopelijk we zien jullie snel. Tot ziens!